We spreken hier over Rubens' tronende Madonna omringd door heiligen, dat hij in 1628 heeft geschilderd voor de Sint-Augustinuskerk hier in Antwerpen. We gaan dit werk restaureren om twee redenen. Ten eerste, het is erg vuil. Op het werk zit een dikke vergeelde vernislaag die de kleuren een beetje verstoort. Een tweede reden is dat het doek na al die jaren begint door te hangen. Dus het tweede dat we zullen doen is het doek opnieuw opspannen. Alle restauratieprojecten duren lang, maar dit is bijzonder omdat het natuurlijk ook zo enorm groot is. Het schilderij is een van de grootste altaarstukken van Rubens' laatste periode. In de 18e eeuw was dit schilderij wereldberoemd. De Engelse schilder Sir Joshua Reynolds die noemde het een van de belangrijkste schilderijen van de wereld.